denk dat de microfoon het nu wel doet. Familie en vrienden, voordat we met de dienst in deze kerk beginnen, wil ik u verzoeken, mocht u nog een mobiele telefoon aan hebben staan, die alstublieft nog even op uit of stil te zetten, met de opmerking dat de telefoons die op een zogenaamde trilstand staan in een stille kerk ook te horen zijn. Misschien even de vliegtuigmodus te gebruiken of de telefoon helemaal uit te schakelen. Mag ik u dan vragen, indien mogelijk, van uw zitplaatsen op te staan, alstublieft. Troppo tempo che non siamo soli io e te, non chiedo luce ormai, quindi il mio sole sarai. Siamo gli stessi qui, decisi liberi, intanto parlami se cerchi le parole, provati a chiederei di più, sei la sola, senza un perché, amo soltanto te. E lo sapevo, ma oggi è quel giorno che aspettai. Cura e pazienza sei, da sempre sogno di noi. Siamo gli stessi, sì, decisi liberi, soltanto seguimi. Se cerchi le parole, provati a. U mag gaan zitten. Beste mensen, Wouter en Karin, Wim en Yvonne, Paul en Inge, Ellen en Dick, kleinkinderen, familie, vrienden en belangstellenden. Iedereen hier aanwezig in deze kerk en iedereen die deze dienst via de livestream meebeleeft. Ik wil jullie welkom heten in deze welkomdienst, welkomkerk.
In deze dienst waar we in dankbaarheid zullen terugkijken op het leven en sterven van Gerrit van Sint Maartensdijk. Een week geleden moesten jullie na een leven vol zorg voor alles wat hem lief en dierbaar was, afscheid nemen van jullie lieve vader, schoonvader, opa. En nu zijn we hier nog één keer bij elkaar rondom hem, om hem te gedenken en om afscheid te nemen. Hier in deze kerk, die ook zijn kerk was. En we gedenken hem met muziek, met beelden, met woorden. Maar het is goed om, voordat we dat doen, stil te worden. Want terwijl de wereld en het leven om ons heen doorgaat, lijkt hier de tijd stil te staan. En daarom is het ook goed om even stil te worden, om ons voor te bereiden op deze dienst, om ons open te stellen op wat gaat komen. Zijn we een moment stil. En vanuit die stilte, in die stilte, mogen we juist vanmorgen die aloude woorden horen die ons telkens weer willen bemoedigen. Dat onze hulp en troost is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van die God, zijn Zoon Jezus Christus, in eeuwige verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het licht van de paaskaars brandt al, als teken van verbondenheid met God, de God waar Gerrit in geloofde. Teken van licht midden in de duisternis. Licht dat jullie deze dagen zo hard nodig hebben. Maar er zijn nog meer lichtjes om aangestoken te worden. Op de kist staan 8 kleine lichtjes voor de 8 kleinkinderen. Als tekens van verbondenheid met jullie opa, die jullie nu zo zullen moeten missen. En daarom wil ik jullie uitnodigen, Lisa, Debbie, Daan, Roel, Maud, Thijs, Diane en Lars, om de kaarsjes aan te steken. Jullie mogen weer gaan zitten.8 kleine lichtjes namens jullie. En misschien is het goed om na de dienst elk zo'n lichtje mee te nemen als
teken van die verbondenheid en als herinnering aan deze dienst. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed. Trouwe God, we zijn hier vanmiddag bij elkaar gekomen in deze kerk, in uw huis, omdat we afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar was. En we weten ons verbonden met anderen die in deze dienst, op afstand bijwonen via de livestream. Ieder van ons is hier met zijn of haar eigen herinneringen, gedachten, verdriet. En voor iedereen betekende Gerrit van Sint Maartensdijk iets, veel meestal. Als vader en schoonvader, als opa, als broer, als geliefd familielid en vriend en als lid van onze gemeente. Wil daarom bij ieder van ons zijn in ons eigen verdriet en in alles wat we op dit moment voelen. Wees nabij in alles wat er vandaag nog gaat komen en in de tijd erna. Wil ons dragen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan ons eerste lied zingen. Een lied dat jullie vader ook mooi vond. Abba, Vader. Dan wil ik nu Ellen het woord geven.
Lieve pap, ik ben niet zo'n prater. Althans wel een prater, maar niet voor de groep. Maar voor jou wil ik het vandaag graag proberen. Vol trots vertelde je altijd dat je in 1936 geboren bent aan de Kerkweg. En rond je zesde verhuisde naar de Dam. Daar ben je opgegroeid samen met je ouders, je vier broers en je kleine zusje. Al vroeg wist je dat je timmerman wilde worden. Dus je ging door weer en wind op je fiets naar de ambachtsschool in Brielen. Waar je in 1954 je diploma haalde. Je werd volwassen. En op 30 april 1957 kreeg je verkering met Paulien, onze moeder. Jullie trouwden op 17 oktober 1961 en gingen wonen aan de Brakken. Voor de mensen die het niet weten, dat is de Raterstraat. Samen kregen jullie drie zonen en een dochter. Wat was je trots op ons. Je werkte hard om er samen voor te zorgen dat het ons aan niets ontbrak. En daar zijn we jullie erg dankbaar voor. Samen zaten jullie op het koor, Susum Corda, elke maandagavond naar de zang, zoals jullie dat noemden. En dat hebben jullie heel lang gedaan en daar genoten jullie zichtbaar van. Je bent als dank na vele jaren voorzitterschap zelfs nog geridderd in de orde van Oranje-Nassau. Binnen ons gezin speelden Mijntje en Lia een grote rol. Ze waren veel bij ons of wij gingen naar hun aan de Kerkweg. Zo kwamen ze oppassen, spelletjes spelen, dagjes op stap. Ze maakten deel uit van ons leven. Ze hoorden erbij. Ze hielpen ook mee met onze fotoalbums maken. Uren hebben ze daaraan besteed. Foto's erin, teksten erbij. Altijd nog leuk om op terug te kijken. Mijntje is in november overleden. Wat was je daar verdrietig van? Maar je wist ook dat het goed was. Lia kwam nu veel bij je op bezoek. Samen kletsen, oude foto's bekijken. En dat vond je erg gezellig. Vaak kwam je niet op haar naam als je zei, ik heb visite gehad. En dan zei je die van de kappersacademie. Dan wisten wij dat je Lia bedoelde. Lia is de laatste dagen veel bij je geweest en was op het moment van overlijden bij je. Lia, bedankt. We zijn blij dat hij niet alleen was. Op zondag altijd koffie drinken met ome Jan en tante Adrie. Al vanaf dat jullie getrouwd waren. Tante Adrie en jij hebben dat nog heel lang gedaan. Tot vorige week zondag. Je kon niet meer naar haar toe, maar ze kwam elke week trouw naar jou. Dank je wel daarvoor, tante Adrie. En wat zal je hem missen op zondagochtend? Vroeger gingen we altijd op vakantie met tante Sjaan en ome Jan. Altijd veel gelachen. In Bannerholt, in Duitsland, later naar Oostenrijk. Ook hier hebben we veel mooie en grappige herinneringen aan. Op zaterdagavond kwam je altijd even naar de Soos. Even een frikandelletje halen bij Cor en Paulien. Niet om te kijken wat wij aan het uitspoken waren, maar gewoon voor de gezelligheid. En wij vonden dat wel leuk. Nog even wat met je drinken aan de bar. En dan ging je weer naar huis met twee frikandellen, die soms wat koud geworden waren. Op zondagavond was het vroeger meestal spelletjesavond. Vaak kwamen ome Kees en tante Jopie Rummy Cup spelen en een cb'tje drinken. Voor degene die niet weten wat het is citroenbrandewijn. Als je verloor, dan werden de punten opgeteld en moest je van de hoeveelheid punten omzetten voor geld in de pot. Wat jullie daarvan deden, dat weten we niet, maar het zal vast wat leuk zijn geweest. Je had het wel zwaar te stellen met ons, want van rottigheid hielden we altijd wel. Zo deden we tijdens het gourmetten gewoon je pannetje uit, knipten we je stropdas af onder de knoop en prikten die aan het plafond. Kreeg je slagroom achter je brillenglazen, lippenstift op je voorhoofd, niks was ons te gek. Ook de watergevechten met de buurtjes Aart en Tineke was een wekelijks ritueel in de zomer. En ma deed altijd vrolijk mee, want die hield wel van alle rottigheid. En het enige wat jij zei, jongens, doe dat nou niet. Nooit werd je boos. Inmiddels waren we allemaal uitgevlogen, getrouwd of gaan samenwonen en werden de kleinkinderen geboren. Wat was je trots op hen en vond je het leuk om ze om je heen te hebben. Je bent de liefste opa die ze zich maar kunnen wensen. In 2006 werd mama ziek en is na een zeer kort ziekbed begin 2007 overleden. Wat heb je haar gemist en wat liet ze een leegte bij je achter. Maar je hebt het hartstikke goed opgepakt, waar we heel trots op zijn. Je ging koken, althans prakkie maken, zei je zelf. We hebben jouw briefjes pas gevonden en nog om gelachen. Want in je eigen woorden stond omschreven hoe je moest koken. Bonen bevroren koken, gelijk met de aardappels 20 minuten. Niet vergeten het zout toe te voegen. Nootmuskaat en een klontje boter. En de carbonades, oh ja, die moet je om en om bakken in bak en braad. De briefjes hebben we bewaard, want wie weet hebben de kleinkinderen nog eens tips van opa nodig. In 2015 werd het huis aan de Brakken te groot en verhuisde je naar de burgemeester van Geeslaan. Wat heb je daar tot vorig jaar juni fijn gewoond. Inmiddels ging je wel achteruit en werd de diagnose Alzheimer gesteld. Met liefde en hulp van ons en de thuiszorg heb je daar tot vorig jaar kunnen wonen, maar toen ging het niet meer. Op 24 juni verhuisde je naar de unit van Van Nistelrooy, waar je in het begin erg moest wennen, maar het wel steeds meer naar je zin kreeg. Voor ons was het een opluchting, want de zorg werd overgenomen en dat hebben ze heel goed gedaan. We zijn de medewerkers van de unit daar heel dankbaar voor.
Wij konden nu de tijd met jou invullen met leuke dingen doen. Rondje wandelen, naar de winkels, ergens lunchen, op familiebezoek. Je genoot overal van en wij van jou. In vorig jaar september viel je en brak je je heup, 85 jaar. Nog nooit in de ambulance gelegen, zei je, maar je had het beter niet kunnen hebben. Je leverde in het lichamelijk veel in, maar gezien je Alzheimer leek ook in de sneltreinvaart achteruit te gaan. Gelukkig werd je op de afdeling nog wel een beetje mobiel met je rollator. En wat een doorzettingsvermogen had jij. Naar buiten ging niet meer, dus gingen wij met jou zoveel als dat we konden. Soms wel 5, 6 keer per week. Kilometers hebben we met je gewandeld. En wat genoot je daarvan? De bekende plekken onderweg, de kletspraatjes met iedereen die we tegenkwamen. Want jij kent heel Zuidland, volgens ons, maar ook heel Zuidland kent jou. Je lichaam raakte op, je wereld werd kleiner en je begreep het ook niet altijd meer. Je werd steeds moeier en je vond het eigenlijk wel goed geweest. Vorige week zaterdag had je het nog over je verjaardag en je zei tegen mij dat je bijna jarig was. Dat had je van de burgemeester gehoord, volgens jou. Daar hebben we nog samen om gelachen. Je verjaardag heb je niet meer gehaald. 4 dagen voor je verjaardag besloot je dat het goed was geweest en ben je rustig ingeslapen om weer samen met mama te zijn. Want daar ging je ooit naartoe. Je bent de lieve, zorgzame, trotse, gevoelig en betrokken vader en opa van ons geweest. We houden van je en we gaan je allemaal missen, maar het is goed zo. Rust zacht, lieve papa. Dankjewel, mooi. We gaan onder muziek kijken naar beelden en zo gedenken we ook Gerrit van Sint Maartensdijk.
Dan wil ik nu graag aan broer Kees het woord geven. Mijn broer Gerrit is niet meer. Het tweede kind uit ons gezin na broer Arie in 2016. In het kort wil ik graag terugkijken op ons gezamenlijk leven. De laatste tijd, als ik je opzocht in Benesterstein, had je het er wel eens over dat je geboren was aan de kerkweg. En vervolgens sprak je over de brakken, tegelijk wijzend naar de foto in je kamer. De dam kwam niet uit je mond. En bracht ik dan wel eens naar voren en dan volgde wel een ja, ook de dam. Op de dam ligt onze gezamenlijke geschiedenis. Met name de jeugdgeschiedenis. Onder andere dat wij in hetzelfde bed sliepen onder wollen dekens. Niks, geen dekbed of iets dergelijks. In het huis kon veel. Regelmatig familiebezoek van bijvoorbeeld tante Greet uit Amsterdam. Of oom Roel, die elders in het land verbleef. Ze bleven altijd logeren en er moest met slapen worden geïmproviseerd. Of opvang van familie die even geen woonruimte hadden. Zoals tante Aal en oom Willem. En tijdens de ramp, oom Bas en tante Liedewij. Voor mij is dat leven op de Dam een periode geweest waarin je veel met elkaar optrok en beleefde. Bijvoorbeeld de jaarlijkse varkensslacht bij verschillende buren. Ook dat je grotere broers meer mochten dan jezelf. Vanaf de middelbare school werd dat anders. Ging je meer je eigen weg met je eigen vrienden en dergelijke. Francine en ik vertrokken na ons trouwen naar Rotterdam-Kralingen, waar jij ons had geholpen met timmerwerk in het huis van de tantes om onze eerste woonruimte te realiseren. Af en toe bij elkaar op bezoek en toch groeien uit elkaar. De afstand was denk ik bepalend en ook het verschil in werkomgeving. Vooral na het overlijden van onze vader in 1983 ging het helemaal verkeerd en gingen we elkaar volledig negeren. Onze dames, echtgenotes, hebben dat op een gegeven moment weer in betere banen geleid. Zij vonden dat het echt niet kon. Sindsdien zijn we daar verstandiger mee omgegaan en hebben we elkaar met meer regelmaat bezocht en gesproken. Regelmatig spraken we af om ook, en ook later je verjaardag vieren in het boothuis in Benesterstein was een goede zet. Tenminste eenmaal per jaar je vrijwel volledige familie en vrienden bij elkaar hebben en spreken, heel goed gedaan Gerrit. De laatste jaren in de aanleunwoning en daarna in Benesterstein gaven feitelijk de langzame achteruitgang van een mens te zien. Ik vond het fijn om je in je laatste levensfase bijna wekelijks te bezoeken. Er was duidelijk herkenning, maar de juiste namen vielen niet meer mee. Gelukkig, broer, is de laatste zware periode niet zo lang geweest. Je gaat nu naast Paulien begraven worden, je liefde die je bij elk bezoek benoemde. Ga in vrede, broer. Dank u wel voor de mooie woorden. Wij gaan het volgende lied zingen. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. Een lied uit de Evangelische Liedbundel. Thank you.
Ik lees voor u een klein stukje uit het Evangelie naar Johannes. Johannes 14, de verzen 1 tot en met 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Tot zover. Beste mensen, de woorden zaten veilig opgeborgen in zijn portefeuille. Woorden die hij misschien wel al heel lange tijd met zich meedroeg. Woorden die hij blijkbaar mooi vond of belangrijk. Die hij in ieder geval de moeite waard vond om op zo'n plek te bewaren. En misschien wist hij inmiddels al niet eens meer dat hij die woorden had bewaard. Maar ooit hadden ze hem geraakt en daarom staan ze nu terecht op de kaart. De psalmen staan beschermend om mij heen. Ze zingen mij dat alles is vergeven. Geen stem spreekt er het schuldig uit, niet één. Je zult niet sterven, je zult leven. Dat ik er was, staat eenmaal op een steen. Dat ik er zal zijn, staat bij God geschreven. Er spreekt een groot vertrouwen uit die woorden. Vertrouwen in een God die er altijd zal zijn, zelfs door de dood heen. Trouw door de dood heen. Zoals een van jullie afgelopen week de trouw van jullie vader aan jullie moeder zo treffend omschreef. Ik geloof dat jij het was, Ellen. En dat raakte me ook. Je zei, hij is haar trouw gebleven tot na de dood. Ja, zijn geliefde vrouw was al een tijd geleden gestorven, maar ze bleef voor hem zijn enige. Tot na de dood? Ja, ook na haar dood bleef hij zijn vrouw trouw. En bleef zij zijn vrouw. En ook omdat we mogen geloven dat ze straks weer samen zullen zijn. Hoe dan ook. We kunnen ons er misschien niet veel bij voorstellen, maar het is een mooie belofte en een troostrijke gedachte. Dat zij er was, staat eenmaal op een steen. Dat zij er zal zijn, staat bij God geschreven. Omgeven door de psalmen. En we hebben vanmiddag geen psalm als schriftlezing, maar je zou kunnen denken aan woorden uit psalm 139... Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Of uit Psalm 71. Heer, mijn God, van jongs af aan vertrouw ik op u. Omgeef mij met uw troost. En in een andere vertaling staat het eigenlijk nog mooier. Trek uw troostende kring om mij heen. En het doet me denken aan die psalmen die beschermend om Gerrit van Sint Maartensdijk heen stonden. Troostende trouw. Wat mooi als je je zo gedragen weet. Maar hij werd niet alleen gedragen door zijn geloof. Hij werd ook zeker in de laatste fase van zijn leven, gedragen door jullie liefdevolle zorg en aandacht. Jullie waren er voor hem, zeker ook in de dagen dat hij toch wel duidelijk achteruit ging. Hij verdwaalde steeds meer in zijn hoofd, werd emotioneler, werd afhankelijker. En na zijn val afgelopen september hield jullie liefde hem letterlijk en figuurlijk op de been. Jullie liefde, jullie inzet gaf hem de energie om door te gaan. Al ging die toch stukje bij beetje
achteruit. Het is een beetje als in het gedicht van Toon Hermans. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, het is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt, ik ben wat moe. Maar op een keer dan ben je aan dat laatste beetje toe. En hij werd moe. Hij was aan dat laatste beetje toe. Als een nachtkaars is hij uitgegaan, zeiden jullie. Alleen ging het de laatste week van zijn leven wel erg snel. Onverwacht snel. En dat is moeilijk. Ook al zeggen jullie tegelijkertijd, het is goed zo. Die lege plek is er. Het loopje naar Bernissenstein is er niet meer. De wandelingen urenlang, ze zijn afgelopen. Het gemis zal er zijn. Voor jullie, voor u, voor velen. Want hij kende veel mensen en veel mensen kenden hem. Er is ook al aan gerefereerd. Als lid en voorzitter van Sursum Corda bijvoorbeeld. Waar hij decennia lang, ook samen met jullie moeder, heeft gezongen. Als lid van onze gemeente. Waar hij in de jaren voor corona bijvoorbeeld ook trouwde verjaardagsvieringen bezocht. Altijd in voor een praatje. Als die nuchtere man die het leven nam zoals het kwam. Dus bij wie de meeste regen altijd naast hem viel en de meeste wind om hem heen. Als hardwerkende vader die alles voor zijn gezin over had. Die zorgzame vader ook die volgens jullie niet boos te krijgen was. Als trotse opa die genoot van zijn kleinkinderen, stuk voor stuk. En gelukkig heeft hij lang van jullie kunnen genieten. Koester dat. Ja, hij zal gemist worden. Maar laten dan alle goede herinneringen aan hem en de gedachte dat hij zich gedragen wist door jullie en door God, beschermend om jullie heen staan, zoals die psalmen om hem heen stonden, als een beschermende muur, die op de een of andere manier er ook zal zijn in dat huis met die vele kamers. Uit de schriftlezing van daarnet. Ja, Gerrit van Sint Maartensdijk geloofde dat er voor hem een plaats bereid was bij zijn God. We hebben niet voor niets deze woorden uit het Johannesevangelie gelezen. Versen die Gerrit ook had opgeschreven. Niet voor niets. Het is een teken van zijn geloof. En in dat geloof is hij uiteindelijk gestorven. Door dat geloof misschien wel heeft hij uiteindelijk los kunnen laten. Jullie los kunnen laten. Het leven hier los kunnen laten. En nu moeten jullie hem op jullie beurt loslaten. Vandaag. Hoewel loslaten, ik denk dat jullie altijd verbonden zullen blijven met hem. Anders, maar wel verbonden. En ik hoop van harte dat jullie dat tot troost en kracht mag zijn. Amen. Wij gaan zingen een eveneens weer geliefd lied, eens als de bazuinen klinken.
Zullen we samen bidden. Trouwe God, zo hebben we in het afgelopen uur het leven en sterven van Gerrit van Sint Maartensdijk herdacht. Dankbaar voor wie hij was. Verdrietig omdat hij er niet meer is. Weemoedig om alle goede herinneringen. Dank u wel voor wie u tijdens zijn leven en sterven voor hem bent geweest. Wat u voor hem heeft betekend in goede en in kwade dagen. Hij wist zich door u beschermd door de psalmen en hij weet zich in uw hand. En dat is kostbaar, God. Ook voor degene die hem nu moeten loslaten. Hij is bij u geborgen. Wil geven dat hen dat tot troost mag zijn. Wil met zijn kinderen en kleinkinderen zijn nu ze zonder hem verder moeten. De bezoekjes die er niet meer zijn, de kostbare momenten verdwenen. Wil bij hen zijn. Wil bij zijn familie zijn. En bij ons allemaal, nu we straks voorgoed afscheid moeten nemen. Heer, dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan zo van hier om Gerrit van Sint Maartensdijk naar zijn laatste rustplaats te brengen. John Spanjersberg zal jullie daar straks verder in begeleiden. We gaan straks eerst nog een slotlied zingen, maar voordat we dat doen wil ik jullie graag nog de woorden van een gedicht meegeven. Herinnering. Als dit het einde is en verder niets, dan is er leegte, gemis, verdriet en tranen om wat eens was en niet meer is. Maar er is meer dan lijf en leden. Veel meer, want wat een mens bezielt, dat is, dat was, zijn geest, zijn kracht, zijn denkvermogen, alle gaven van zijn hart, zijn goedheid grenzeloos, de sterkte van zijn woord, zijn hartelijk gebaar. Dat alles leeft, leeft voort in die hem kende, die van hem hielden en blijven houden, omdat zijn geest nooit vergaat. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij. Zingen we ons slotlied, een lied dat hij de zondag voor zijn overlijden nog gezongen heeft. U zij de glorie.
familie, vrienden en bekenden, aan de dankdienst voor het leven van Gerrit van Sint Maartensdijk is een einde gekomen. Zo dadelijk zullen we met elkaar in de gelegenheid zijn om naar de begraafplaats hier op Zuidland te gaan en zoveel mogelijk zullen we dat lopend doen. De kinderen en de kleinkinderen zullen vader en opa naar buiten begeleiden en zullen de bloemstukken die hier liggen ook meenemen naar de rouwwagen. Op dat moment wil ik u met elkaar vragen om hier nog even in de kerk te wachten. Ik kom u straks halen en daarna kunt u rij voor rij ook aansluiten. Mochten er mensen zijn die toch met de auto of misschien de fiets naar de begraafplaats willen gaan, wil ik u verzoeken dat buiten de rouwstoet om te doen. U kunt dan naar de begraafplaats gaan en daar bij de begraafplaats ons ook weer opwachten. Wellicht zijn er mensen die geen vervoer hebben en het hele stuk niet kunnen of willen lopen. Wil ik de mensen die wel vervoer hebben vragen om zich heen te kijken en misschien even een ander mee te nemen richting de begraafplaats. En natuurlijk ook, heb erg, we moeten ook weer terug naar de kerk. Dus neem elkaar dan ook weer eventjes terug naar hier. Op de begraafplaats aangekomen zullen de kleinkinderen opa naar zijn laatste rustplaats begeleiden. Kinderen zullen ook volgen, de bloemen gaan mee. En als de begrafenis achter de rug is, zullen de kinderen en kleinkinderen als laatste het plekje ook verlaten. Zij zullen als laatste weglopen, een laatste groet brengen, komen dan hier terug in de kerk en stellen het op prijs nog heel eventjes, misschien een minuut of 10, even in een van de bijzalen hier een plaatsje te nemen, even wat te eten en te drinken. En na die ongeveer 10 minuten zullen zij ook naar zaal 5 of de hal hiervoor komen. En dan is er natuurlijk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dat ontmoeten, dat zal op een informele manier gaan. Er komt geen rijtje van familie. De familie komt binnen en zij zullen allemaal hun eigen weg gaan zoeken. Dus u zit ook echt niet vast aan één plaats waar u moet gaan zitten. Hou het zoveel mogelijk informeel. Tot slot mag ik u natuurlijk allemaal van harte bedanken voor uw komst hier in de kerk. Het doet de familie zo enorm goed dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn om dit laatste afscheid hier in de kerk met elkaar te kunnen en mogen beleven. En natuurlijk ook de mensen die via de livestream en ons meekijken en luisteren. Het wordt op zeer hoge prijs gesteld. U bent thuis, maar toch op deze wijze met ons verbonden. Lieve mensen, dank u wel. Daarnaast mag ik natuurlijk Anneke Klavers van harte bedanken voor de voorbereidingen op deze dag en natuurlijk ook voor het leiden van de dankdienst voor het leven. Een mooie en waardige dienst, een waardig afscheid. Organist Ron van Halen, de zanger en zangeres, de ouderling van dienst en natuurlijk ook de techniek hier in de kerk. U hebt er met elkaar samen met de koster natuurlijk voor gezorgd dat alles vandaag goed en gladjes mag verlopen en op een waardige manier aan ons voorbij is gekomen. Dank namens de familie. Verder mag ik ook alle zorgverleners, in welke vorm dan ook, enorm bedanken voor de liefdevolle zorg die zij gedurende de gehele periode hebben kunnen en mogen leveren en mogen geven. En niet alleen de zorg, maar natuurlijk ook de persoonlijke aandacht hebben natuurlijk Gerrit, maar ook zijn familie bijzonder goed gedaan. Vele woorden van dank naar u allen. Daarnaast natuurlijk een ieder die in het leven van Gerrit een plekje hebben gehad, in welke vorm ook, het maakt niet uit. U was er om het leven te vieren, om het zomaar te zeggen, maar u was er ook in de mindere dagen om hem bij te staan. En dan wil ik zeker ook de periode na het overlijden van zijn geliefde Paulien, wil ik zeker ook noemen. De mensen die hem zijn blijven volgen, zijn blijven steunen. En er ook weer een doel in zijn leven hebben gegeven om hem op te nemen natuurlijk in vrienden en familiekringen. En gewoon weer het leven proberen aan te gaan. Op een andere wijze, maar wel mee in het ritme van het leven. Verder natuurlijk ook de kaarten, de prachtige bloemen die hier vandaag ook liggen. Woorden die gesproken zijn of andere bewijzen van deelneming en medeleven. Het wordt door de kinderen en de kleinkinderen op zeer hoge prijs gesteld. En zoals we zo vaak zeggen, we hopen natuurlijk dat die aandacht niet vandaag voor het laatst zal zijn. We hopen dat jullie natuurlijk in de toekomst, al is het op straat of waar dan ook nog eens aangesproken worden. Hoe is het met je? Kunnen we iets voor elkaar betekenen? Zullen we met elkaar een stukje oplopen?
Natuurlijk spreken we heel rustig de woorden uit. Ach, het is goed zo. Maar aan de andere kant, je mist een vader, een opa, een geliefd familielid, een goede vriend, een persoonlijkheid uit uw midden. Met alle gedachten aan zijn leven willen we nu deze kerk gaan verlaten. Ik ga de foto van Gerrit bij de foto hier op de verhoging neerzetten. Ik zet Paulien's foto er ook strak naast. Ze horen zo bij elkaar. Ze kunnen ten alle tijde in ene adem genoemd worden. Hij zal ook worden bijgezet, ik heb het eerder gehoord, naast het graf van Paulien. En ik zal ook de kaarsjes van de kleinkinderen plaatsen bij de beide foto's. Daarna wil ik jullie met elkaar nodigen om bij en rondom de kist te komen, de bloemstukken mee te nemen en we zullen via dat pad, aan die kant, zullen we de kerk verlaten. En nogmaals, ik kom de andere mensen dadelijk met elkaar natuurlijk ook halen. Mag ik u verzoeken, indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan en op het moment dat er zo dadelijk uitgereden of gedragen en gereden zal worden, dan zullen we ook luisteren naar het laatste lied. Sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi. Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Bye.
Dames en heren, mag ik u de gelegenheid geven om rij voor rij de kerk te verlaten. Dat geldt voor nu als u de kerk verlaat, maar het geldt ook voor straks als u hier in zaal 5 of in de hal bent. Er zijn nog altijd mensen die liever wel de afstand van elkaar willen bewaren. Dus als mensen dat aangeven, laten we dat met elkaar ook proberen te respecteren. Ik wil heel graag hier vooraan aan het midden beginnen. Verlaat u rij voor rij de kerk en sluit u met elkaar aan achter de rouwwagen. Gaat uw gang.